Clippy ruïneerde mijn Word-documenten altijd. En nu is Clippy van Twitch. Nu hebben zij ook een Clippy. Is dat niet getrademarkt? Dat zou Microsoft moeten doen. Microsoft zou sicke money kunnen verdienen. Ja. Als ze zeg maar t-shirts maken en een film over Clippy of zo. En Clippy is een meme. Ik bedoel... Ja, Clippy is een meme inderdaad. Only 90s kids will remember. Het zou ook eens niet, we hebben weer een keer een product van Razer in Gamersnet Gear. Welkom, dit is onze wekelijkse techshow. Dit is Mike, die is inmiddels al heel vaak langskomen in Gamersnet Gear. Ik ben Tom, ik zit er eigenlijk een soort van standaard. Ik ben gevangen in dit format, laat me eruit, help. Maar nee, dit is de Razer Kraken 7.1 V2. En ja, nu zie je dit ding en heb je zoiets van, hey, die lijkt eigenlijk wel best wel veel op die ene die een tijdje terug ook al is behandeld. Dat was de Razer Kraken Pro V2, dit is de 7.1 V2. Sajant detail, we vertelden het ook al in de unboxing, is dat dit een USB headset is en dus 7.1 heeft en dus ook alle kleurtjes van de regenboog, want een Razer product is niet compleet zonder chroma verlichting. Mike, ik had zoiets van, ik heb de Pro al op mijn kop gehad, dus we sturen dit ding naar jou. Jij had zoiets van, sure, kom maar door, kan ik wel gebruiken, headset is nooit mis. Wat vond je ervan? Eerste impressie. Eerste impressie, dat was voordat ik de prijs achterhaalde. Dat komt zo. Hey. Spoiler. Hold your horses, de prijs gaat verteld worden in dit item. Prima ding. Ja. Hij is lekker licht. Het geluid is kraakhelder. Over het hele spectrum, hoog, midden. En laag. Ja. Allemaal prima geluidskwaliteit. Dat is dat loopt in één lijn met wat ik vond van de Pro V2, want dat zijn ook dezelfde drivers die erin zitten. Dus... Alleen nu zijn ze anders aangestuurd, want dit is dus... Ja, dit is met 7.1 en USB, dus dat is het verschil. Virtueel 7.1. Niet dat je nou denkt dat er 7 speakers in zitten. Ja, die bestaan ook, maar dit is gewoon zoals gewoon virtueel 7.1. Dat is een beetje de norm geworden haast. Ja, tenzij je echt honderden euro's gaat neertellen. Ja, ze hebben nou, Razer heeft er nu eentje, Rockat had er al langer eentje, maar echt met meerdere speakers. Ja. Asus heeft er één. Ja, wat is het nut daarvan? Vraag ik me dan af en toe af. Je hebt maar twee oren, maar anyway, dat is een andere discussie. Dus wat vond je ervan? Je vond hem licht, je vond hem helder, maar ik heb een beetje het idee dat er een maar aan gaat komen. De prijs is 110 euro. Oké, dat is wel een stevige maar. Dat is een stevige maar. Ja. Vooral ook omdat hij lijkt in alle opzichten heel erg op de Pro. En die is 40 euro goedkoper. De Pro gaat inderdaad voor ongeveer zeg maar een euro of 70, 80 op de kop. Dus dan zit je al een... Dus dat is wel een aantal tientjes lager. En daar krijg je dus eigenlijk wel dezelfde bouwkwaliteit voor. Ja. Het design is eigenlijk 100% hetzelfde. Alleen zitten daar nog geen lampjes in. Ja. En werkt het ding natuurlijk gewoon met audio jacks. Ja. Waar ik persoonlijk voorstander van ben, maar ik snap ook mensen wel dat ze USB willen hebben, want er komen ook andere leuke extra's bij, zoals het 7.1 en natuurlijk ook lampjes. Yay. Ja, ik vind het ook ideaal om hem dan in mijn toetsenbord te kunnen prikken als ik hem nodig heb. Dat is inderdaad ook wel zo. En mijn toetsenbord heeft dan ook wel een audio poort, maar veel toetsenborden hebben dat niet. Dus daar kun je deze gewoon inprikken en dan geen probleem. Mijn nieuwe toetsenbord van Razer heeft het niet. Dus je ziet ook dat heel veel partijen er juist van afstappen van een audio jack daar. Wat ik gek vind, maar als je denkt aan dit soort headsets dan niet zo heel gek. Nee. Maar oké, 110 euro, waarom heb jij het idee dat toch te stevig is? Een deel van die prijs komt natuurlijk van de lichtjes aan de zijkant. Ja. En die vallen compleet weg. Je ziet ze ook niet als je hem op hebt. Nee, je hebt geen ogen in je oren, dat punt 1. Nee. Maar punt 2, ze zijn niet heel erg fel. Nee, daar geef ik je wel gelijk in. Het is letterlijk alleen het Razer-embleempje met de slangetjes. Het lijkt ook een beetje gedimd licht als je een lamp een beetje dimt. En bij het licht van je monitor valt het dus al heel erg snel weg. Dus je moet eigenlijk in het volledig donker zitten om deze... lichtjes te kunnen waarderen. Ja, dat is... Oké, maar dat snap ik dan wel. Want sowieso vind ik ledjes in headset zijn al best wel ver gezocht, naar mijn idee. Ja. Maar als ze nou ook nog eens een keer zo gedimd zijn, je ziet andere headsets nog wel vaak een felle logo of zo hebben. Dus dat is inderdaad wel een beetje... Het is ook dezelfde earcup als de Pro. Dus misschien hadden ze gewoon niet genoeg ruimte voor echt gewoon een pannen. Ja, dat zal het inderdaad zijn. Ja, maar dat is, als je dan meer gaat betalen voor een ledje, dan is het inderdaad wel jammer dat het ledje niet zo heel fel kan. Maar laten we even teruggaan naar de kwaliteit. Want jij zegt helder, maar het is natuurlijk ook 7.1. 7.1, klopt. Je kunt het allemaal kalibreren en zo. Hoe bevalt dat? Zit er ook echt meer spatial awareness op, denk je? Ja, ik denk het wel. Want in Razer Synapse, de software, zit ook een functie dat je de headset kan kalibreren. Dan zegt hij van, sluit je ogen.
En bepaal waar het geluid van de helikopter vandaan komt. Draaien ze niet gewoon de barbershop video? Je kunt opzoeken op YouTube. De barbershop video is gewoon surround sound over je normale headset. Dus je sluit je ogen en dan gaat hij allerlei dingen om je heen doen. En dan laat hij een helikoptergeluid horen van, nou komt hij van die richting. En dan moet je kijken van waar precies, is het daar of is het daar? Zo gaat hij je hele hoofd rond, zeg maar. Oké. Okay. En dan moet jij bepalen waar je denkt dat die helikopter op dat moment is. En dan aan de hand van wat jij antwoordt, stelt hij hem in voor jou. Ja. Dus wat dat betreft... Dat is al meer, zeg dat maar... is meer waarde dan ledjes. Ja, maar dat is dat ook. Maar ik vind het ook, het is meer kalibratie dan de meeste virtuele 7.1 headsets. Sowieso, ja. Meestal is het bijvoorbeeld de HyperX Cloud 2 hebben gehad. We hebben er eentje van Asus gehad een tijdje terug. Van de MSI een tijdje terug. Allemaal headsets met 7.1 audio. Of in ieder geval, die pretenderen dat dan te hebben. Ja. Maar dan is het gewoon van, er zit 7.1 audio op, doei! Ja, en hier heb je daadwerkelijk nog het idee van, ze hebben wat kalibratiesoftware erbij gedaan om echt ervoor te zorgen dat die spatial awareness ook echt overkomt. En dat vind ik dan wel weer netjes. Ja, dat is absoluut ook zo. En wat dat betreft kun je inderdaad zeggen van, is dat, laten we zeggen, ledjes zijn 10 euro, is dat 20 à 30 euro in prijs waard? Kun je over discussiëren? Ik denk dat dat heel erg smaakgevoelig is. Dat is heel erg smaakgevoelig. Ja. Persoonlijk heb ik zoiets van, ik hoor het verschil niet echt. Ik hoor ook al best wel om me heen op gewoon een 2.0 headset. Tenminste, dat gevoel heb ik dan altijd. Dus ik snap dat sommigen... Vaak zijn het wel een beetje de pro-gamers. En dan vooral in de shooters die zeggen van... Ik wil die spatial awareness zoveel mogelijk hebben. Ja, precies. Dan snap ik dat je er 20 à 30 euro extra voor betaalt. Zo market Razer het ook. Die zegt van, dit is de e-sports headset. Maar dat zeiden ze ook over die van dat mij. Dat zeiden ze ook over de pro. En dat is, ik denk juist dat ook meer op de e-sporten gericht is. Want de meeste e-sports hebben niks aan lampjes erop. En wat dat betreft, ook jacks vinden ze vaak fijn als een USB-port. Of zit ik dan fout? Als je een e-sporter bent, laat het me weten. Persoonlijk heb ik wel zoiets dat ik liever een USB heb. Want als ik dan heel erg snel met mijn hoofd achterover ga, dan... Trek ik hem er niet zomaar uit. Ja. Dat doe je nog wel eens als het allemaal om je heen zit. Ja, precies. Dan jumpscares, help! Ik neem aan dat jij ook wel ongeveer hetzelfde denkt over het comfort als wat ik al heel uitbundig heb verteld over de Pro. Want het is dezelfde body en ik heb gezegd, het is misschien niet per definitie de comfortabelste headset ooit, maar het zit in ieder geval in mijn opinie wel daarbovenaan. Ik heb niet heel veel headsets zelf getest, maar ik vind hem heel erg comfortabel. Ja, niet te zwaar het en hij drukt je hoofd ook niet vaak. Nee, precies. Hij is heel erg licht en hij drukt niet te hard. En ik heb heel erg snel last van mijn nek als ik een headset op heb. Maar deze kon ik makkelijk 6 uur achtereen op mijn hoofd hebben en nergens last van hebben. Dus ik heb het zelf. Kudos voor dat, want dat is heel veel waard. Absoluut. Ik heb voorheen altijd gezegd dat SteelSeries eigenlijk de comfortabelste headset had. Maar en ik heb ook inderdaad heel veel headsets gehad dat mijn nek na een tijdje pijn gaat doen. Ja. En Razer heeft met dit model wel echt iets wat ontzettend lekker zit. Al krijg je er wel het Prinses Leia-syndroom van. Ja. Die toeters hier aan je oren laten het wel een beetje lijken alsof je de buns uit Star Wars episode 4. Ja, dat klopt. Ik heb wel het idee dat dat bij deze iets minder is, omdat de bovenkant iets meer... aan die kant staat? Of? Dat zou kunnen kloppen, ik weet het niet. Jij hebt ook de ovale earcups. Want dat is nu dat zal ook een ding zijn. Nieuw. Als jij dit model koopt op de Razer webstore, dan mag je dus nou ook zeggen van, nou, ik wil hem zwart of ik wil hem wit of ik wil hem ovaal of ronde earcups. Ik denk dat we daar niet echt over in hoeven te gaan. Het is rond of een klein beetje ovaal. Ja, dat tel uit je winst. De prijs is hetzelfde. Dat is ook wel weer een dingetje. Het is wel fijn dat ze de optie geven, vind ik. Dat is wel, ja. Want ik vind de ronde heel erg fijn, maar ik hoorde mensen erover klagen van het is eigenlijk niet zo heel fijn om een... Als je net wat grotere oren hebt... Ja, mijn oren zijn vrij klein, dus mijn passen er perfect in. Ik snap als je iets grotere oren hebt dat je liever de ovale pakt. Maar goed, dat is een smaakding, maar als het inderdaad dezelfde prijs is... Ja. Bottom line, denk ik, 110 euro, Razer Kraken 7.1 V2. Ik denk dat het een heel erg smaakkwestie is, of niet? Het is echt, als je dit wil kopen, moet het echt zijn van, je moet die 7.1 stuff willen waarderen. Ja. Dat is het. Als ik persoonlijk zo'n headset zou willen hebben, dan zou ik voor de Pro V2 gaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen, 7.1, virtueel, maar met kalibratie dus. Wat dat betreft valt die eigenlijk in hetzelfde prijspunt als veel andere 7.1 headsets, heb ik het idee. Dus dan krijg je wel meer waar voor je geld. Maar dat is wel echt alleen als je niet zonder 7.1 kunt. Ja. Trouwens, we vergeten één cruciaal aspect. Het blijft een headset met een microfoon erin.
Klopt. Dus we luisteren even naar hoe de ingebouwde microfoon het doet in deze ultiem uitgebreide microfoontest met Mike. Tot zo terug. Het is Mike die een mic-test doet. Dit is de geluidstest van de Razer Kraken 7.1 V2. En dit is zonder de Active Mic Noise Cancellation en zonder Ambient Noise Reduction. Ja, dit is de geluidstest met Active Mic Noise Cancellation aan. Dat is de ruisonderdrukking die deze headset biedt. Daarnaast biedt die Ambient Noise Reduction. Dat is een slider van 0 tot 100. Die heb ik nu aangezet op stand 77. Dus dan weet je hoe dat klinkt. Nou, daar heb je het. Zo klinkt de Razer Kraken 7.1 V2 in zijn ingaande en uitgaande audio. Daar heb je het met Mike's zwoele stem die je daar het een en ander over vertelt. En je hebt de bottom line al gehoord, dat is hoe de microfoon klinkt. Ik denk dat de meeste mensen nu wel een oordeel kunnen maken of ze dit ding wel of niet willen kopen. En dat was het dan ook voor deze Gamersnet Gear. Ik bedank Mike die een keer invalt om een Razer ding te behandelen, omdat ik anders bijna altijd de aangewezen persoon ben. My pleasure. Ja, ik heb je gejoined in de Razer cult. Ja, de Razer cult. Welcome to the cult of Razer. There's no turning back. Dat was het voor deze week, jongens. Check Gamersnet Gear vaker. Het is elke week op dinsdag op Gamersnet.nl, woensdag op YouTube. Als je het leuk vond, laat het ons weten. En tot snel met meer tech of nieuws of games of let's plays. Ik weet allemaal niet wat we doen. Alles. Veel, schijnbaar. Als het met games te maken heeft, doen dan, wij het. Dat is onze tagline. Niet officieel, maar het zou wel leuk zijn. Als het met games te maken heeft, dan doen wij het. Bam, daar heb je het. Tot snel.